Ik loop hier op parkeerterrein en ik doe de Straatpraat Kinderopvang voor het blad Kinderopvang online. En ik heb de Straatpraat deze week met gaat over pedagogisch coach. En de rol van de pedagogisch coach die ingevuld wordt door de kinderopvangorganisatie op de groepen en op beleidsmatig niveau. En Marleen Mol, wat voor bedrijf heb je, Marleen Mol? Stel je even voor. Hi, ik ben Marleen Mol en mijn bedrijf heet Passie voor Pedagogiek. En ik kom bij kinderopvang om te coachen op de groepen. Dus ik kijk naar het pedagogisch beleid en hoe de pedagogische medewerkers werken gedurende de dag. En dan bespreek ik dat aan het eind met de pedagogische medewerker. Van goh, wat gaat er goed en waar zou je nog in kunnen groeien? Oké, je bent dit gaan doen naar aanleiding van de wetgeving. Die is in januari 2019 ingegaan. Ja. En werd je ingehuurd? Hoe ben je begonnen? Ik ben inderdaad... Ik heb gewoon overal toegebeld en gevraagd wat iemand nodig hadden. En vooral juist die kleine organisaties waar wij niet altijd een hbo'er in dienst is. Die hebben heel erg behoefte toch om iemand van buitenaf in te huren. Dus zo kom ik ongeveer bij 8 verschillende locaties als coach. Een wereldje. Zou het zonder pedagogische coach kunnen? Of is het eigenlijk onmisbaar geworden? Nu al. Wat ik zeg maar tegen ben gekomen, zie ik wel echt dat er gewoon echt nog iets kan gebeuren. Ja. Ik denk dat het met pedagogische coach wel sneller gaat. Met iemand van buitenaf of dat niet per se? Dat kan allebei. Okay. Ja. Als je een grote organisatie hebt waar iemand apart voor is, kan dat ook prima. En binnen een kleine organisatie iemand uit het team tillen, dat is wel lastig. Ja. Wat vind je het minst goede aan de wetgeving? Verhouding coachingsuren en beleidsuren. Een kleine organisatie hebben ook 50 uur beleidswerk, maar als je maar één groep hebt en je hebt zeg maar 10 FTE, dus je moet zeg maar 5 uur coachen en 50 uur beleid, en dus die verhouding zoekt. Dus dat zou echt nog fijn zijn. Dus je hebt voor een kleine kinderopvangorganisatie met één groep 50 uur beleidszaken en dan misschien 5 uur coachen op de groep. Ja, snap ik. Geef hem mee, dat is een tip. Ja, tip. Tip. Misschien een goede tip voor een wervingscampagne van Google. Oké.